Het houdt maar niet op met Glennis Grace. De zangeres kan inmiddels kwartetten met strafbare feiten waar het Openbaar Ministerie haar van verdenkt. Naast dat ze vervolgd wordt voor haar fysieke wangedrag bij de Jumbo, blijkt het OM haar ook nog eens aan te klagen voor bedreiging. Het nieuws komt bij Show Nieuws vandaan, waar Bram Moscovici gisteravond aan de desk zat. Hoe kijkt de gevallen strafpleiter hier tegenaan? Ze wordt verdacht van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven. In normaal Nederlands betekent dat dat er woorden zijn geuit van. Hij vervolgt: Kijk, je moet niet denken van: als je dit niet doet, dan breek ik je pols, of zo, maar er moet echt een levensdelict aan achteraf zijn gekomen. Dat betekent dat de verdenking behoorlijk is aangezet in elk geval. De optelsom van strafbare feiten kan Glennis wel eens duur komen te staan. Dit zal voor de strafmaat wel wat uit kunnen maken. Ik neem aan dat het OM ervan uitgaat dat het bewijs kan worden geleverd, want anders zet je dat niet op de ten lastelegging. Je moet je voorstellen dat het is, als je niet je mond houdt dan, en dan daarna een levensdelict. Hij vervolgt, als je iemand bedreigt tegen het leven gericht, dan wordt dat als zeer ernstig beschouwd. Dat begrijp ik ook wel. De zaak van Glennis is behoorlijk pittig, weet Bram. Dat wordt inhoudelijk in de meervoudige kamer. Dat betekent ook dat men het niet bij een rechter houdt, maar dat het een ernstige zaak is en dat men ervoor heeft gekozen het voor de meervoudige kamer te doen. Dat betekent ook dat er strafverhoging kan uitvallen. Hij vervolgt, naast haar staat nog één iemand anders terecht die van dit soort feiten wordt verdacht en een drietal andere heren of dames die van een aantal andere strafbare feiten worden verdacht. Het nieuws werd gisteravond ook aangestipt in RTL Boulevard. Daar werd Clarice Stenger gevraagd naar haar mening, maar die besloot ze gelukkig niet te geven. Clarice, ja, ik vind het zo lastig om iets over deze zaak te zeggen, want mijn collega's staan haar bij. Laat ik maar even mijn mond houden.